Welkom terug bij een nieuwe video op Happy Gill. Vandaag gaan wij veel dingetjes openen, verschillende megadozen, grote dozen, kleine dozen op het trofeepad. Maar op de World Pass, ik heb redelijk veel rewards gespaard, speciaal voor jullie, en die gaan we vandaag eindelijk openen. Ik ga geen potjes spelen ofzo, want ik heb echt om de een of andere reden heel veel lag. Mijn wifi is echt heel slecht. Ik hang om de zoveel seconden een heel lange tijd vast en dan speel ik weer. En dan hang ik weer vast en dan kan ik er spelen en dan hang ik weer, dat is echt irritant. Maar ja, we gaan maar gewoon de dingen openen en dan zien we wel wat we krijgen. We kunnen nog veel sterke krachten krijgen, dus laten we hopen dat we daar iets van krijgen. Van de game. Oké, zoals jullie zien hebben we in de hoek 24 items die we kunnen collecten. En als we tikken, dan zien we hier heel erg veel dingen. Dus laten we dan maar gewoon direct beginnen. Nee, wacht, ik kan nog eerst even. Ik heb het hier bij Rarity. En power level ga ik het even zetten. Zoals jullie zien kunnen we al veel sterker, kunnen 6 sterrenkrachten en nog 1 gadget krijgen van El Primo. Maar we kunnen nog verschillende andere gadgets krijgen. Dus ik denk dat het dit keer toch wel iets van gadget en zo gaat worden. Ik ga eens kijken, onze kans is. Ja, oké, gadget en starpower kans is heel groot. Maar ook nog mythische brawlers, is ook best groot. Welke mythische brawlers moeten we nog? Alleen max nog. Oké, dan. Dat belooft veel. We beginnen met 100 muntjes en die megadoos is pas verstandig. 46 muntjes. En ik dacht van, ja, als we nu iets kregen was wel heel speciaal geweest. Hè. Nu, een kleine doos. Ja, oké, dat bedoel ik, dat zit al te laat, veel te lang voor dat soort dingen. Oké, ik krijg er niks uit. Oh, de eerste 2 megadoos. Oké, gaan we. Doe me net niks. Zou er misschien wel een bonus? En zelfs geen bonus. Oh, daar gaan we. Wachten. En we hebben. Ik krijg helemaal niks of zo, wat is dit? Oh, ik wil wel dingetjes. Ik heb wel veel powerpoints natuurlijk. Vertik. Wie gaan we dit geven? Niet als de volgende die sterrenkrachten kan krijgen, dan denk ik. Dan krijgen we nog eens 50. Ook voor Nita. Oké, die kunnen we bijna helemaal upgraden. 50 minuten, dat is niks. Kleine doos, dat is ook niks. Spijt, 2 grote dozen. Wat krijgen we hieruit? Nee, 65 is ook niks. Ik ga nu echt helemaal niks krijgen, jongens. Een derde bifa, een game me. 113 minuten, jezus. Oh, wel 20 edelsteen, oké, dat is iets. Later keeman natuurlijk. 100 muntjes. Oh hier. Ik krijg helemaal niks, jongens. Wat is dit? Hopelijk is het eerst volgende krijg je nog legendary ofzo. Dankjewel. Oké, de volgende. We zitten weer bijna aan die meegedood en ook wel weer bijna aan het einde. Dus dat is best stom. Oké, kom snel. Dankjewel. 49, 20, dat is wel niks. Nog meer dus. 65, is weer al niks. Jongen, we kunnen zoveel dingen krijgen en we krijgen niets. Kom maar, muntjes. Oké, meer dus. Eindelijk, oké, nu gaan we wel iets krijgen. Maar ik heb toch een gevoel dat het eerder gewoon een sterrenkracht gaat zijn. Oh my god, ik krijg gewoon een legendair. What the fuck? En we hebben nog een megadoos te gaan beseffen. We konden dus alles krijgen en ik krijg gewoon een fucking legendair. Ik heb nog nooit Spike gehad, besef. Eindelijk heb ik iets. Nee, we gaan eerst 100 minuutjes doen. Oké, nu hoef ik eigenlijk niks meer te krijgen, ik ben echt. Oh damn.
Ah, we hadden hier een 6 in zat. Oké, hier. Ja, spijt kunnen we direct upgraden. Nice. Ja. Oh, damn. Wat is dat? Dat is het. Dat is en de laatste 10 diamanten. Nice, nice, nice. Hoeveel diamantjes zijn die? 39. Kijk, we hebben hier nog mooi opstaan hier. Oh damn, dit is anders als die Nulsbrawler. Als die gehackte Brawl Stars. Dit is de echte game ook. Laten we maar gewoon terug overgaan naar het grote scherm. Dit is echt insane. We konden alles krijgen. Gadgets, Star Powers, Max. En dan krijgen we een Spike. Dit is mijn legendary. Dat is nu mee. Terug naar beneden, man. Het laatste wat ik kreeg dat was Mortis op dat account, besef. Dat is echt zo'n... Like en abonneren en tot de volgende keer.